Met zijn CCP aan de macht was het voor Mao zaak om China razendsnel te moderniseren en de economie te laten groeien. En dat deed hij onder andere door de grote sprong voorwaarts. En met die grote sprong voorwaarts koos China echt voor een andere koers dan de communistische Sovjet-Unie. In het begin waren die twee landen nog heel erg close, maar na de dood van Stalin bekoelt de relatie tussen China en de Sovjet-Unie. Stalin was de leider van de Sovjet-Unie, had goede banden met Mao. Daarna komt Khrushchev in de Sovjet-Unie, die wil een andere kant op met het communisme. En dan zie je dus dat de twee landen uit elkaar groeien. En de Chinese Communistische Partij kiest dan dus voor een eigen vorm van het communisme. En dat doen ze door middel van die grote sprong voorwaarts, die ik al noemde. Wat was dat dan? Nee, de economie die moest vooruit en die moest een grote sprong maken. In korte tijd moet China een industriële wereldmacht worden zonder ongelijkheid en privébezit. Ja, en de landbouw was nog veruit het belangrijkste middel van bestaan. Het grootste deel van de Chinese bevolking werkte nog steeds op het platteland als boer. En daar moest dus die landbouw hervormd worden. En dat had grote gevolgen voor die plattelandsbevolking. Want die werden gedwongen zich te organiseren in zogenaamde zelfverzorgende volkscommunes. Ze moesten dus samen gaan werken en ze waren samen verantwoordelijk voor de landbouw. De opbrengsten waren dus ook niet meer voor iedere individuele boer, maar die waren voor de volkscommune. En die moest dat weer afdragen aan de staat. En die verdeelde vervolgens weer de opbrengsten onder de bevolking. En om te zorgen dat China ook echt een industriële wereldmacht zou worden, moest de staalproductie verhoogd worden. Het idee van Mao was dat China net zoveel staal zou moeten gaan produceren als Groot-Brittannië. En om dat voor elkaar te krijgen, werden er niet alleen grote staalfabrieken gebouwd, maar werd vooral ook weer die bevolking op het platteland. Heel erg aangemoedigd om ook staal te gaan fabriceren in zogenaamde hele kleine staalovens. En je ziet hier op het plaatje dan nog best fancy staal staan, wat er goed uitziet. Maar wat er eigenlijk gebeurde, was dat alles wat maar ook maar een beetje omgesmolten kon worden, tot fietsen aan toe bijvoorbeeld, landbouwwerktuigen, dat werd allemaal omgesmolten en uh, dat werd staal wat gebruikt werd in de industrie. Nou, je kunt je voorstellen dat die kwaliteit van dat staal niet bepaald goed is. Ja, en je ziet dan ook dat die grote sprong voorwaarts, dat dat eigenlijk één grote mislukking wordt. En dat zorgt voor een sterke daling van de landbouwproductie. En een van de meest typerende voorbeelden van, zien we hier misschien wel op het plaatje staan, dat is de zogenaamde grote Mussencampagne. De communistische partij had de opdracht gegeven aan de Chinese bevolking om alle mussen te doden. Alle mussen in China. Uh, waarom was dat? Nou ja, omdat uh, mussen de landbouwzaden opaten. En uh, dat was dus niet goed voor de landbouwproductie. Daarom moesten die mussen dus gedood worden. Daar kregen mensen ook een beloning voor als ze gedode mussen aanleverden. Dus mensen gingen dat heel fanatiek doen. In de steden, in de dorpen. En bijna alle mussen in China werden zo uitgeroeid. En je zou zeggen, nou, dan is die grote mussencampagne dus een groot succes geworden. Maar ja, waar ze bij de CCP even niet aan gedacht hadden, was dat die mussen niet alleen uh, de zaden op aten, maar dat ze ook allerlei insecten en sprinkhanen aten. En toen alle mussen eenmaal gedood werden, ja, toen kwamen er dus een aantal grote insecten- en sprinkhanenplagen, waardoor de oogst helemaal mislukte. En daarom werd die grote mussencampagne al snel ook weer stopgezet. Er werden zelfs 200.000 mussen geïmporteerd uit de Sovjet-Unie. Maar toen was het leed eigenlijk al geleden. Uh, de landbouwproductie was ver teruggelopen en het gevolg was dat er grote hongersnood ontstond. En dat zie je hier op die foto hier rechts ook al. Dat ziet er nou niet bepaald uh, leuk uit. En je ziet het ook in die grafiek hier links. Je ziet hier heel duidelijk wanneer die grote sprong voorwaarts plaatsvindt. Want dan daalt het aantal calorieën dat de gemiddelde Chinees per dag binnenkrijgt. En dan stijgt uh, uh, het overlijdensaantal. Enorm snel en in totaal zullen er als gevolg van die grote sprong voorwaarts dan ook 45 miljoen Chinezen omkomen. Het was dus één grote mislukking, één grote humanitaire ramp. Ja, en de CCP die realiseert zich uiteindelijk na een paar jaar ook van ja, dit kan zo niet verder als de berichten vanaf het platteland uiteindelijk doorcijpelen naar de partijtop in Beijing. En uh, dan besluiten ze om het over een andere boeg te, te gaan gooien. Het economisch beleid moet pragmatischer worden, meer aansluiten bij wat werkt in de praktijk. En dan zie je dus dat uh, de volkscommunes uh, verkleind worden. Ze worden niet afgeschaft, maar verkleind. Want de, de boeren krijgen weer meer vrijheid. En ook in de industrie komt meer ruimte voor eigen inbreng van wetenschappers en onderzoekers, zodat uh, ook die industrie kan moderniseren. Ja, en dit leidt dan tot een definitieve breuk met de Sovjet-Unie. En daarmee komt China in een internationaal isolement terecht. Eigenlijk zijn er geen grote machtige landen in de wereld die nog iets met China te maken willen hebben. Ja, en dat zorgt ervoor dat China allerlei relaties, betrekkingen aan gaat knopen met andere landen die niet bij een bepaald bondgenootschap horen. En dat zijn voornamelijk landen in Azië, in Latijns-Amerika, dus Midden- en Zuid-Amerika en in Afrika. En uh, daar worden de verhoudingen steeds hechter mee en dat, dat doen de Chinezen door die landen bijvoorbeeld leningen te verstrekken en door arbeiders en managers te sturen om daar de economie verder vooruit te helpen. En zo zie je dat China langzamerhand wat meer invloed gaat krijgen in die zogenaamde derde wereld.